8 jaar geleden besloten Ad Vlems en Monique Vissers hun leven radicaal om te gooien. Ze verlieten hun huis in Tilburg voor een braakliggend terrein in Boekel, om daar hun droom werkelijkheid te maken. We wanted to grow our own food, generate our own energy, even build our own house with our own bare hands. In Boekel wordt ook aan een soort utopia gewerkt, namelijk het eerste ecodorp dat in Brabant moet komen. Dat betekent voor zo'n 35 gezinnen zelf het huis bouwen, energie opwekken, groenten verbouwen en nog veel meer. Want de bewoners moeten voor meer dan de helft in eigen behoeften voorzien. Een coöperatie hebben we opgericht, dat wordt de eigenaar van de grond, ja? En van de bouwmaterialen. Dan gaan we dus zelf onze huizen bouwen, dat wordt dus heel goedkoop. En dan huren de mensen het huis wat ze zelf gebouwd hebben.